Jouw gasten, een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag een nieuwe live commentary. Vandaag Sharpshooter weer. En ik join deze lobby net op Meltdown. En we beginnen met de MSMC met Extended Clip. En dat is een fucking nice wapen om mee te beginnen. En hopelijk kan ik daar dan een beetje een... Ja, een goed begin mee... mee starten. In ieder geval een goede beginstreak. In ieder geval heb ik nu al 3 mensen geowned met 1 clip. En heb ik hem ook. Even herladen. En wegrennen. En kijken of er mensen achter mij zouden spannen. Hij spant wel voor me. En ik denk dat hij hier komt. Jawel. En er komt er nog eentje achter me. Jawel. Nice. Het eerste wapen flawless gespeeld. Maar nu hebben we een fucking crossbow. Heeft hij mij gestukt? Jawel. Klote zooi. Dit is echt even kut wapen. Hier moet ik eventjes doorheen komen. Ik heb zo'n pesthekel aan dit wapen. En in ieder geval heb ik 1 kill al gemaakt. 2 kill met de crossbow tot nu toe. Zolang ik maar eventjes mijn voorsprong vasthoud. En komt hij terug om de hoek of niet? Ik denk het niet. Daarboven zit iemand. Maar ook bij B. Oh, gestukt van een afstand. Get owned. En nu de M1216. Holy shit. M1216. Hij is mad, want hij is geowned. Hij ook. En hij nog meer. Oh, en hij heeft mij. Jammer. Maar in ieder geval sta ik 100 punten voor. En dat is een ruime voorsprong voor Sharpshooter. Ook al weet ik, het kan zomaar andersom zijn. Maar meestal geef ik zo'n voorsprong niet meer weg. En nu heb ik er nog weer 2 kills bij. Dus ik ben best wel positief dat ik deze voorsprong niet meer weg ga geven. Ga ik hier naar binnen terwijl de wapens weer gaan wisselen. Oh, Ballista Silenced. Dit kan nog leuk worden. Vooral omdat ik best wel redelijk speel met een sniper. Niet arrogant bedoeld of zo, maar ik kan op zich wel snipen. En ik moet gaan herladen, jawel. Maar ik heb hem in ieder geval. Dat is super nice dat ik hem nog had gekilled. Komt hij daar zo? Is hij ook dood? En dan heb ik inmiddels een bloodthirsty. Alleen weet ik nu niet waar ik ze moet verwachten. In ieder geval hier links. Oh, collateral of niet? Nee, ik had er maar 1. Collateral. Ook had ik er maar 1. Komt er hier waarschijnlijk eentje achter me. Oké, wapens zijn gewisseld. War Machine. What the fuck. Zulke dingen krijg je dus ook met Sharpshooter. Er stond er eentje achter me, had ik heel niet door. Maar goed, ik heb er in ieder geval een ruime voorsprong. En die War Machines. Daar gaan mensen echt helemaal los mee. Die sprayen gewoon maar een beetje los. Wat ik wel kan begrijpen op zich. En het is op zich best wel een lastig wapen om te gebruiken. Want ja, dat herladen is kloten met dit wapen. En close range, zoals net, is dus ook kloten. Want ja, het wapen heeft een afstandje nodig om te kunnen detoneren. Tenminste, de bommen. En nu hebben we een fucking LMG... met target finder. What the fuck. En hij is op mij aan het schieten. Ik heb hem geowned. Spring even naar beneden. Alleen hij heeft mij. Oké, maar ik heb 170 punten voorsprong. Dus ja, ik denk niet meer dat ik dat weg ga geven. Dan zou ik wel heel dramatisch moeten spelen. En hun wel heel goed zou ik dit weg willen geven. En ik ga ervan uit dat dat niet gaat gebeuren. En hij heeft mij wel. Ja, noobs die kunnen wel omgaan met dit wapen. Alleen zo te zien niet met de spans. Want ik spande achter hem. En dat wist hij niet. Had hij niet eens door. En dan ga ik eventjes kijken waar de enemies nu vandaan komen. Zo te zien komt er hier beneden zo meteen een. En die heb ik dan ook. Naast mij. Jammer. Maar in ieder geval gaat het wel lekker. En ben ik er vrijwel zeker van. Nou ja, ik ben er gewoon zeker van dat ik dit niet meer weg ga geven.
Nu is het gewoon voorsprong uitbreiden. Herladen. En weer doorgaan. En ik weet niet waar ik nu naar aan het aimen was, maar dat was eventjes slecht van mij. Maar in ieder geval ben ik... Ja, ik ben zeker van de winst. Nice! 31-9. Dat noem ik nog eens een lekkere score. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een groen duimpje achter als jullie het leuk vonden. Ik vind het een mooie score. Bedankt voor het kijken, jongens. Laat een groen duimpje achter als jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken, jongens. 450 duimpjes moeten lukken. En ajus!